Jongens, even zwaaien! Oh! Kijk wat wij voor iets fantastisch aan het doen zijn. Lieve dame, moeder vragen. Denk hoor. Dit is geen bal. Oeh, dat is een nice shot hoor. Charlie is ook wel ontwaakt, hij is gewoon een slaapje. Het heeft niet gewerkt. Nee, je moet niet door. Sorry? Je mag door! Oké. De eerste worst van de week. En de laatste van mijn jaar, denk ik. Maar goed, hè, dat ligt aan mezelf. Ik lust wel een biertje. Jij? Ik ben een Nederlander. Ik ben een zanger. Nee, nou wat? I am so sorry. In Dutch, you must put a finger to it. Ja, in English, je hebt het het beste kan. Yo, bitches, what's Gucci? Ik ben weer terug na een hele lange tijd. In de titel van de video zien jullie wel dat dit een vlog zou kunnen worden. Maar ik moet wel zeggen, het is eigenlijk zo lang geleden dat ik de vlogcamera in mijn hand heb gehad dat ik niet weet of ik nog een succes ben op het beeld. Het ding is gewoon dat ik een vlog hebben heel erg leuk vind. Vloggen zelf echt ontzettend kut. Maar ik zat dus vorige week... Wacht. Ja, wat zit hier in de klootje, joh. Ik zat vorige week een vlog te kijken van een andere vakantie die we hadden. Ik dacht, ja, het is wel heel erg leuk om te hebben. Dus ik ga het gewoon proberen. Ik ga wat stukjes filmen en dan kijk ik wel of ik het een beetje leuk aan elkaar kan plakken. In ieder geval, de stand van zaken. Ik ben met mijn ouders, Thomas, Charlie en Rodi in Zwitserland. Een weekje gaan op vakantie. Of nou ja, zijn we dus nu op vakantie. Gisteren hebben we de hele dag gereden. En ik heb eigenlijk gisteravond helemaal niks meer gevlogd. Want ik was nog steeds een beetje aan het bedenken van ja, ga ik het nou wel of niet doen. Maar ik hoop vandaag dan toch een soort te beginnen. Het weer is heel wisselend. Dus of we echt heel veel dingen kunnen gaan doen, geen idee. Maar in ieder geval gaan we gewoon lekker chillen en plezier maken met z'n allen. En dan zien we het wel. Mijn gezin kennen jullie uiteraard al. Rodi denk ik nog niet, maar dat is de lover van mijn zuster. Ik zelf ben nog steeds very lonely. Maar dat is super gezellig. Maar die komt vanzelf vast een keer voorbij, want hij is ontzettend aandachtsgeil. Dus dat komt wel goed. Ik ga nu eten koken voor de fam. En ik heb zojuist vernomen dat er... niet heel veel vertrouwen is in mij, wat ik op zich niet gek vind, maar aan de andere kant zo is er niet veel vertrouwen. Omdat je letterlijk vroeg waarom ik dit, dat of dat deed. Moet het gehakt met echt? Weet je zeker dat dat past in die pan? Luister, kijk, ik woon gewoon nu meer dan een jaar voor mezelf. En I'm still alive, so komt goed. Nou, denk ik, ja, pasta, saus. Wat kan ik daar nou fout aan doen? Kijk, vroeger liet ik mijn toast verbranden. Maar nu... Ik dacht dat ik al werd gecontroleerd. Nee, weg hier! Oh, ik ben niet gewoon kijken bij me. Oh my god! Ik ben aan het filmen. Waarom gaat hij zo hard? Ik ben aan het filmen. Ik denk, ik ga even weer tafel dekken. Oh lief, ik dacht niet gewoon kijken of het goed ging. Daar heb je toch... 6. Ook wel lekker om pasta saus te koken in een wit shirt. Ik trek hem wel uit, goed voor de views! Nou ja... Goed voor de views. Iedereen rent gillend weg, denk ik. Eet hoor, bitches. Yeah. Oh my god. Niet? Oké, kom eten, jongens. En als jullie die lekker vinden, don't tell me. Nee, wel eerlijk zeggen, ja. Dankjewel. Alsjeblieft, Johnny, ik heb pasta gedaan. Dankjewel. Zullen jullie hoe nieuw ik pasta wil? Ja, zeker weten. Hé joh. Nee. Wij zien bij die mama's pasta, je hoort het snel. Het is maar een dak. Want op een gegeven moment, gisteravond, mag ik. Hij was wel naked, maar in ieder geval, ik lag gewoon in mijn bed. Dat was zo warm. Ik had nog een nachtlampje aan. Dat was wel een beetje op telefoon. En dan op een gegeven moment, oh my god, ik hoorde alle mensen bij te lachen. Dacht ik, wat als zij mij nu gewoon zien? Hoe moet ik ze juist zien dan? Nou, dat die gordijnen super zichtbaar zijn en het licht van achter de gordijn komt. Ja, zo lang niet, maar ik zag wel. Ik zeg altijd andere huizen. Echt zo? Ik zou ook. Klein potje, wie ben ik? Oh, dus ik ken deze zo weer niet. Oh, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ja, wat ik dacht van weer! Ik weet het niet. Jongens, ik heb niet kennen dat ik nog een naam heb. Wie dit is. Ik weet niet of hij weet. Ik weet niet of hij zijn naam kan noemen. Nee. Ik ben een Nederlander, ik ben een zanger. Nee, wat doe je nou op? Dan ben je helemaal een zanger. Nee, dat vind jij. Jullie zeggen het toch? Nee. Oh,
Oh ja, ik moet hem nu. Dat ook niet. Ja, dat ben je voor. Ja, dat gaat net in de warzone. Nee. We're different. Ik begon het net te snappen en toen ging het wel goed. De hint is Lumos. Oh, leuk. Ja, leuk liedje. Mensen, proost. Proost, hè. Dankjewel. Zo, wat een ding, joh. Lekker, man. Bellen. I'm so sorry. Dit is naar. Wat dat nou? Ik ben de schijf. Oh. Ik heb hier ook een foto van. Zonde. Zeik en zeik nou. It's okay. Tuurlijk kan het gebeuren. Iedereen kijkt ernaar. Ja, nee, schat, dat kan toch gewoon gebeuren? Nee, oh, dat geeft echt niet. Maakt echt niet uit. Ik zit in het zonnetje, dat droogt zo weer op. Ja. Ja. En zo niet. Het is natuurlijk wel lekker dat het zo is. Ja. Niemand verlest? Nee. Ja, ik. De eerste worst van de week. En de laatste van mijn jaar, denk ik. Maar goed, hè, dat ligt aan mezelf. Ik wel de wens, hoor. Hallo. Zo, we zijn aardig. Hoi, vlog. Tipsy. Wat? Ben je tipsy? Hello. Kleine spelen. Nou ja, we hebben godverdomme 3,5 liter bier. I'm really tipsy. Ik heb een scout. I have a Thomas with Thomas. There's a motorbike flying through the air. Gaan we nog meer drinken? Is daar. Jongens, even zwaaien. Kijk, maar dat is wel een goede referentie voor mij. Hoe kan het nou? How will he recover? Mag ik een foto maken? Ja, mijn handen doen. Hoe kan het nou dat je viel? Brankaar. Mag ik even een foto maken? Mijn vader ging lopen naar beneden voor duidelijkheid. Maar ja. Wat doe je als je eerst pootje gaat met anders, maar ander op die rots? Oh ja. Knoppen zijn ze niet open. Mika, stop hier, man. Hey, pek. Wilde op mijn lucht met mijn been in de lucht. Nee, dit wil. Silla. Gelukkig was het niemand. Gelukkig was er niemand. Ik ga even Erdinger halen. Nou, ik denk, ik ga die Erdinger niet moeten drinken. Zult je wat gaan brengen? Ik lust een biertje. Jij? Ik doe één en dan is het goed, want ik dan met dat lopen en dan word ik zo slapen als weer niemand door die bier. En daar moet je juist nu doorgaan. Hè? Eh? Daar moet je nu juist doorgaan. Dat is een nieuwe. Nu doorgaan? Ja. Oh, ja. Ja, dat is een goede manier. Ja. Yeah. Verhuisd. Bestel. Hij hoeft ervoor besteld. Mr. Worldwide. Wie is wie, streepjes? Ik ben Stripes. We have spot and tribes. Ja, okay. We don't have Stripes. Mijn vader is dus ook echt poolkampioen. Het is echt gewoon zo snel dat hij tegen Rodi aan het spelen is. Hallo? Hij wat? Nee, hij is nog aan de beurt. Die pop om. Oké. Oh, lekker hoor! Mijn vader is gewoon Nederlands hoor, maar als er een drankje in zit, dan opeens niet meer ofzo. There's a finger beneath it. There's a what? In Dutch, yeah? You must put the finger to it. Ja, yeah, in English you have to do the best you can. So, if you hit my balls, there, it's gonna bloody hurt. Zij nou trouwens voor de camera dat mijn vader gewoon Nederlands is. Nee, trouwens, mijn vader is Engels. Maar ja. Ik zei volgens mij dat hij gewoon Nederlands is. Nee. Hij is Engels, maar hij kan Nederlands. Ja, een beetje. Oké, niet. Ja. Ja. Charlie is ook wel ontwaakt uit zijn schoonheidsslaapje. Het heeft niet gewerkt.
Sorry, wat? Hans Kazan. Ik moet echt een andere lach gaan krijgen, want dit wordt gewoon gênant. Nee, man. In die. Hoede papa. Dat is zo grappig. Wij moesten alleen maar lachen van jou. Oh, echt? Oh, wat heerlijk. Ja. Yeah. Maar okay. Nou, het is wel leuk geweest. Dat is echt een fucking lange haar. Hoe krijg je dat in je check? Ik heb het gewoon geen zin uit. Wat is dit? De vissa is boven op zich nog best wel gaande. Dus ik vraag me af of het mogelijk is voor mij. Is hij scherp? Nou, ik niet, dus wat dat betreft. Of het voor mij mogelijk is om überhaupt te gaan slapen, maar. Ik weet niet of jullie dit horen, maar ik kom er nu dus achter dat het niet mogelijk gaat zijn om te slapen. Maar goed, maakt niet uit. Ik doe gewoon oortjes in. Oké, klaar voor vandaag. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag en echt al best wel laat. Ik kon echt onmogelijk mijn les uitkomen, maar goed. We zijn er. Het is 12:30. Oh, dan ga ik even snel eten, want om 1:00 gaan we dus een stuk lopen. Zin aan. Nee, dat kan op zich best leuk zijn, denk ik. Dus dat. Als we daar maar ergens gaan eten, ben ik altijd wel tevreden. Even een stukje lopen. Weet eigenlijk iemand hoe lang het is? Ja. Nee, ook een heftige. Geen idee. Nee, oké. Okay. Nee, maar. Mama? Even gewoon puur natuurlijk voor de interesse. Niet dat ik dan afhaak of zo, maar hoe lang is het? Nou, dat gaan we hier zien. 45 minuten? Dat valt heel erg op. Auw, ik dacht 2 uur. Zoals jullie zien, dit paraplu is niet mijn outfit. Dit is omdat het dus regent. Oké, let's go. Dit is wel een avontuurlijk pad. Oh my god. Dit kan niet goed gaan. What was that thinking? Ja. Ik ga nu even in de forest fight. Onze boswachter. Nee, ik durf dit niet. Wacht, ik ga dit gebruiken als wandelstok. Kutzooi, wacht. Oprecht heel avontuurlijk dit. Oké. Okay. Stiekem. Oh jee. Maar ik ben ook een beetje slow, merk ik. Nou ja, ik dacht even filmen, maar ik dacht dat ik misschien toch even gewoon op de treders ga letten. Over die handrail, Nicky. Zeg je? Oh, je filmen. Ja. Dat is ook niet zo slim, hè, bij steps. We hebben een stopje. Nu is het een soort van de discussie. Of we terug gaan met paard en wagen of lopen. Maar volgens mij is het een beetje 50-50, dus ik hoop niet voor mama dat haar voet meer pijn gaat doen. Maar tegelijkertijd zouden ze wel voor zorgen dat we met paard en wagen gaan. Je verstond het toch. Wat wil jij? Wat wil jij? Ja, nee, dat bestaat niet. Nee, inderdaad. Nou, oké. Misschien... Is het net zo ver teruglopen? Ja. Ja, dan is het wat te doen. Omhoog, hè? We zijn net naar beneden gelopen. Nauwelijks. Weet je, wij maar we zijn net naar beneden gelopen. Ja, maar het is, een, net naar beneden het is hetzelfde. Het is een stukje omhoog en dan is het een stukje vlak. Oh. Lekker eten, mensen. Ik vind het alweer typisch dat ik nog wel dus niet zo heb, maar goed. We zijn er wel helaas achtergekomen dat de paard en wagen niet gaat. Oh nee, dank schat, je hebt al. Dus het wordt toch wandelen. We zijn het erover eens dat vandaag geen zuipavond gaat worden. Want ik heb ook echt eerlijk na deze dagen gewoon voor 70% alcohol. Te laat. Nee toch? Dat zitten we net te bespreken. Mm. Trouwens, wie ben ik? We gaan naar een dunne kwapzaak en ik ga een salade kopen. Ja, skinny bitch. Ik heb daar gewoon echt heel veel zin in. Ik zit me hier gewoon net alleen maar vol te stouwen met allemaal teringzooi. Wat op zich echt niet heel erg is, maar ja. Ik vind het gewoon zielig voor mijn lichaam. Niet voor de lijn, maar gewoon misschien voor je lichaam ook wel eens vitamine of zo. Nee. Ja, maar dat zit er gewoon niet in. Nee. Nee. Ik zou je loslaten. Ja. Ik kan of hamburgers krijgen of pizza. Goedemorgen, het is woensdag. Hebben we eigenlijk een planning vandaag? Nee?
Het is ook echt ontzettend snert weer. Ik kan het niet echt zien, maar het regent hard. Ouderwets. Maar bij regen gaan we lekker rummie kippen. Hoe doe jij het? Kleur. Ligt er een beetje aan wat ik heb. Ik ging eerst gewoon met rijtjes, zeg maar. Ja. En dubbelen zeg ik een beetje aan de kant. Fietsen waren dat, hè? Regen mag de pret niet drukken. Wat hebben we hier? Een klein biertje. Een kleine, een grote of heel veel. We don't know yet. Oh. Als ze wel de avond brengen. Dan doe je hem af. Als je wel een keer tegen een boom is, pis naar je mond. Oh, ballen. Dat. Ja, ik krijg geen sport van Bob. Jij wil lekker de buiten. Oké, okay, nou, daar gaan we. Oké. Okay. Wie heeft jij? Jij mag beginnen. Oké, okay. Nou, waarom? Nou, ik dacht misschien weet je wel. Okay. Never have I ever. Nee, ik weet niks. Oh. Ja, of je laat hem af en je doet hem op als het zo is. Ja, laten we dat. Okay. Oh ja, 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 wat zit hem niet lekker? Oké, okay, je haalt laat hem af. En als je hem hebt? Ja, dan zet je hem op. Ja, dat is zo'n jeuk aan mijn neus. Vrijdag. Goedemorgen, het is donderdag. De week vliegt en vandaag is een dag waarop het volgens mij, naar hoe het eruit ziet, de hele tijd niet gaat regenen. Oh, dit is wat ik aan heb trouwens, want we gaan dus naar een meer. Dat kan super duper leuk worden. Als het inderdaad droog blijft, het enige is echt super jammer. Ik kan sowieso niet zwemmen met mijn tatoeage. Nou kan ik sowieso niet zo heel goed zwemmen, dus wat dat betreft maakt het ook weinig uit. Maar ja, dan gaan we lekker chillen. We zijn bij het meer aanbeland. We zijn hier in de lift, maar kijk nou. Mijn ouders zitten lekker in de schaduw. Wij kunnen dat even ook nog zo doen. Dan zitten wij hier. Oeh, dat is een nice shot hoor. Lekker extra views. Wil je extra, views? Nou, ik denk dat iedereen nu afhaakt. Ik ken het water niet in, maar de dames gaan wel. Het is wel hartstikke koud, joh. Nou, ik ga gewoon even hier lekker chillen. Maar je moest er in één keer in, hè? Zouden ze, dan had je... Oh, het is inderdaad koud. Daar gaat het mooi. Oeh, lekker hoor. Ah, je schrik. Doei. Oh joh, het valt wel mee. Wat mee? Ja joh. We raken meteen onderkoeld. Wacht even. Nee, ik wil niet meer. Oké. Okay. Als een echte zeemermin. Dit is blijkbaar heel koud. Ja, het is maar goed dat ik er niet in kan. Want ik kan ook helemaal niet heel goed zwemmen. Maar anders was ik met een band gegaan. Maar ik heb nu een mondkap om mijn arm. Om dat ding... Oh, nou, de helft is al wel zichtbaar. Om het een soort te bedekken. Het is ook niet ideaal om het tatoeage te laten zitten net voor je vakantie. Ja. Gezellie! Ik zie jullie nooit meer! Vlinder gaat gewoon niet weg. Als ik hem wegjaag, gaat hij op mijn been. Jaag ik hem dan weer weg, gaat hij weer op mijn hand. Is dit een dooie? Kijk wat wij voor iets fantastisch aan het doen zijn. Zitten we op zo'n mooie trapboot. Oh wacht, ik moet wel blijven zitten. We gaan op de berg af. Dit is fantastisch. Charlie en ik zijn natuurlijk weer de werkpaarden. Want trouwens, natuurlijk, dat is helemaal niet wat ik gewend ben. Maar... Ik heb het ook heel druk. Ja, dit is heel leuk. We hebben een half uurtje. Wie houdt de tijd in de gaten? Rodi. Ook op zich niet mijn lelijke trappende voeten te filmen, maar goed. Oh, dit vind ik zo leuk dat we dit doen. Trap. Zwitserland. Lekker man. Lekker even een biertje drinken. Oh. Oh ja, hij is er nog, hij is er nog. Oh my god. Maar je rug ook, jongen. Hoe kan dat nou? Ja, dat vind ik echt gek. Dat vind ik echt heel gek. Het erg. We zijn nu te houden. Tom gaat zo lekker koken voor ons allemaal. En nog maar een paar pilsjes drinken, denk ik. Alle vriendschappen en families uit elkaar trekt. Yeah. We gaan het spelen. Oké, jullie zijn het team, wij zijn het team, wat echt heel chill is. Oh, ik zit met mijn middelvinger naar jou te wijzen. Met mijn gigantische middelvinger. Even serieus, ik heb echt een hele rare middelvinger, vinden jullie niet? En je hebt 30 seconden om alle 5 dingen die op je kaartje staan te benoemen, maar je mag niet rijmen, niet vertalen en een woord wat erin zit te noemen. Dus je moet het omschrijven. Je moet het omschrijven zodat een ander het gewoon kan raden. Ja. Nee, maar oh, en je filmt het. Hallo, man. Ik wil graag filmen hoe ik ben. Hallo, I believe. Ja,
dat was eigenlijk uit dat ik jou was. Oh! Waarom staan wij nog steeds op 0? We hebben 2 punten. Ja, maar je had 2 gegooid, 2 gaat er dan af. Ja, oké, okay, we gaan je ook 2 punten. Je mag de volgende, je hoeft niet alles te gaan. Sorry? Je mag door! Oké. Okay. Is er een stuk van de Groot-Brittannië? Niet de eerste, maar. Tweede. En dan wanneer Jezus geboren was. Tweede wereldoorlog. Dat staat op video, dat staat op video. Nee! Ik schaam. Ja, maar gewoon. Dierenleed mag niet op film, dus stom eens even ervoor. Oh ja, ik heb een fucking beast. You're a fucking lander. Nee, monsters. Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Oh, ja, heel moeilijk. Oh, dat weet ik echt niet. Ik wil niet met je papa praten. Dan begint het een beetje op mijn leven. Ik wil niet met je papa praten. Ik ben het mooiste maat die ik kan hebben. Ik wil je snappen. Weet je wat wij? Eén man verloren. Die is zijn bed. Maar wij niet. Vind je dit geen leuke muziek toch? Ik wil even slapen. Poelen. Nee. Niemand, hij gaat godver niemand meer slapen nu. Oh. Hallo. I thought you we kunnen ook een dansfeestje van maken. Ik dacht dat je empty was. Ja. Ik wil wel dansen. Mama is naar bed. Is je naar bed? Ja. Ik ga lekker slapen. Morgen is de laatste dag, dus morgen spullen pakken. En kijken wat de dag verder brengt. Ja. Ik heb er niet meer over te zeggen. Goedemorgen, schrik niet. Ik ben het echt. Ik heb alleen mijn wenkbrauwen niet gedaan. Dus dat maakt een groot verschil. Het is de laatste volle dag die we hebben. Zo even boven ontbijten. En mijn spullen inpakken vandaag natuurlijk. Want ja, die moeten er gewoon weer mee. En voor de rest weet ik eigenlijk niet heel goed wat we nog gaan doen. Dus dat is een verrassing. Het ziet er wel... Het weer ziet er goed uit. Maar ja, ga je nog heel veel dingen ondernemen als je de volgende dag weggaat? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. We gaan het zien. Ik ben toch wel een beetje verbrand. Ik weet niet of jullie dit hier kunnen zien. Dit. Ja, en dit. Maar dat doet dus geen pijn. Maar mijn voeten. Oh, het voelt gewoon alsof mijn vel te klein is voor mijn voeten. Hè? Dus als je dan loopt. Dat ik bijna weer elke keer uitspringt. Ik vind echt dat ik afschuwelijke voeten heb. Ik weet dat bijna iedereen dat zegt, maar... In ieder geval die zwemvliezen, dat zijn dus mijn voeten. Maar goed, dus ik zal proberen de tenen niet te filmen, maar... Oh, wat erg. Het doet in ieder geval echt heel veel pijn. Ja, ik weet niet of ze boven nou gewoon lekker gezellig aan het ontbijten zijn. Zonder mij te roepen, want ik hoor allemaal geluiden. Maar, dat zal niet. Ik ga wel gewoon even kijken. Oh, wat ruikt het hier lekker. Hey, bitch. Nice. Dacht ik jullie al aan het ontbijten, waar de zon erbij. Oh, ik ben vergeten mijn wenkbrauwen te doen. Ja, ik heb ook niks op hoor. Ik zit opeens in de vlogcamera. Nee, dat maakt niet uit. We gaan nu naar bomen toe. Maar het zou wel leuk zijn. We gaan naar bomen kijken. Ja, er zitten als het goed is een soort pad door de bomen getrokken of zo. Dus dan kan je hoog lopen. Ik weet niet precies. Ik heb geen idee. We zijn nooit geweest. Super duper. Zou je een helm op moeten? Oh, weet ik niet. Maar dat hoop ik niet. Heb ik knot in. Apen hebben toch ook geen helm op? Oh, misschien is dat echt zo. Nee, ik weet het niet. Ik weet het wel. Ik denk dat je vast zit en ik een helm op heb. Nee, want het is volgens mij gewoon een loopbrug. Niet... Ik ga echt een helm op mijn haar doen hoor. Ik wil ook echt een helm op. Maar zo bizar vet. Ik deed de knot eruit haken en we eieren pakken. Oh. Nou ja, we gaan het zien. Voor mensen die het interessant vinden, moeten we nou weer door een poort? Nou. In ieder geval, dit is dus blijkbaar het langste... Wat was het langste pad van Europa? Ja, heb ik er nog. Zo? Ja. Weet niet. Jij las het voor. Zei nee, het, Rodi? De langste boomwiedel der wereld. Oh, van de wereld! Het valt in ieder geval door de boom heen. Maar dat is wel prima te doen. Het, ja, het klinkt inderdaad heel heftig. Maar... Oh my god! Oh, weet ik veel. Hij staat nog aan. Kom maar. We zijn illegaal. Maar goed, het is allemaal tussen de bomen door. Het is wel heel leuk. Denk ik. Er ziet alles op camera er lelijker uit. Jeez. Thank you.
Jezus, ik moet echt wat aan mijn lach gaan doen. Man. Doei, huis. Het is zaterdagochtend, 31 januari. Ik heb gisteren helemaal niet meer gevlogd volgens mij, maar het was ook niet zo boeiend. Zijn je nou januari? Ja, het is vroeg. Juli. Januari. God, de tijd gaat sowieso wel hard, man. Ja. Maar we zijn weer lekker onderweg naar huis. We hopen er wel iets sneller te zijn dan de heenweg. Ja. En het schijnt ook vandaag zwarte zaterdag te gaan. Jezus, te zijn. Maar we gaan de goede richting op volgens mij, dus ja. Moet wel goed komen. Maar ja, de vakantie is over. Ze lachten er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen. Het is de laatste tijd, meid. Je kunt het ook bij mij krijgen. Hallo allemaal, even een heel stuk vooruit. Het is ondertussen alweer 9 augustus. Maar ik dacht dat het misschien wel eventjes netjes was om de vlog fatsoenlijk af te sluiten. Ik twijfelde dus heel erg op het begin natuurlijk of je deze vlog wil gaan plaatsen. Maar ja, dan kijk ik terug en denk dit is wel echt heel erg leuk. Tenminste, ik vind het heel leuk. Misschien ook omdat ik zelf de hoofdrolspeler ben. Ik weet het niet. Maar kijk, of het echt een ontzettende viewvanger is, geen enkel idee. Maar ja, als het daarom moet draaien, kan ik een beetje stoppen. Ik heb gewoon een superleuke week gehad met mijn familie. En dat is het allerbelangrijkste. Ik vind het leuk dat het op beeld staat, omdat we dat nu dan voor altijd terug kunnen kijken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond jullie dat leuk? Dan even een duimpje omhoog. Hier beneden kun je abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan had. Wil je meer van mij zien, kun je alles volgen op Instagram. Neem me niet altijd serieus, tenzij je het uit kunt halen. Maar vergeet verder vooral niet een klein beetje lief te zijn. Wat is dit de hele tijd? Neem me niet altijd serieus, tenzij je het uit kunt halen. Doe ik het weer? Haal je hand eens weg! Neem me niet al te serieus, tenzij je iets uit kunt halen. Maar vergeet verder vooral niet een klein beetje lief te zijn voor elkaar. Yo! Nou, nu laat ik me gewoon gaan. Die armen mogen overal zijn.